Lieve kijkers en luisteraars van de eerste, de beste vrijdagmiddagborrel. Ja, wel. We hebben de week weer overleefd. Jazeker. Jopie Buit, Ferry de Bond en Erik ten Hag, zei ik vorige keer, mijn eigen persoontje Lars van Velsen. Ja man, ik had hier net een lekker biertje staan. Ja. Niet te suipen. Oh. Niet te suipen. Volgens mij inderdaad over de datum heen lekker weggedaan. Ja, maar die echte kannetjes gaan maar een halfjaartje mee. Ja, zoiets. Die moet je echt gewoon op tijd drinken. Ja. Ja. Hey Lars, jij bent natuurlijk even bij Volendam geweest. Ja. Die beelden hè, van die van zo van op die tribune. Daar staan gewoon 60 dames lekker te hossen allemaal. En zagen het ook allemaal goed uit. Ja. Wat is daar gaande in Volendam? Ja. Nou ja, dat... Stond je daarbij ook? Nee, of niet? Ik stond er niet bij. Nee. Was je weggetrokken door je vriendin, hè? Ja, ik was aan het schreeuwen in mijn eentje natuurlijk. Ja. Nee, ik vond het ook bijzonder. Ik weet ook niet zo goed waar dat nou precies was. Maar ik moet zeggen, ik heb wel een beetje moeite met dat als ze zo met hun rug naar de goal. Ja, maar als vrouw zijn, vind ik dat wel anders. Nee, dan is het wel anders. Maar het viel me ook op. Ik zag toevallig FC Maar zij Volendam waren volgens mij... Veenim, ken je die? Ja, ik ging daar uitleg over geven dat het inderdaad een groepje was van eerst 15 meiden of zo. Ja. En dat het nu best wel... Oh, dat wordt wat groter allemaal. Maar volgens mij staan zij gewoon op die maffia, hoe heet dat? Die hekside maffia. Ja, de hekside. Maar dan niet helemaal het midden, maar dan een beetje meer aan de zijkant of zo. Ja, nou, ik stond in ieder geval helemaal rechts. Ik zag ze niet. Ja, ik was aan de andere kant geweest. Ik zag ook iemand twitteren, wat is het voor geile bed. Ja. Maar dat is maar... De Volendamse vrouwen zijn gewoon... Zijn mooie vrouwen. 8 van de 10 zijn knap. Ja, ja, dat is ook wel apart. Klopt. Hè? Dat vaak klopt. Blond. Ja. Lang haar, goed verzorgd altijd. Ja, dat zijn ze altijd. Maar niet HC. Nee, maar is dat, wat zijn ze? Niet HC. Wat is HC? High class. High class. Nou, nee, beetje volks, maar wel goed verzorgd. Er zijn er eentje, de Foxy grap in die reacties of zo. Van ja, ze zien er allemaal prima uit, maar als ze die bakken zo betrekken, dan ben je alweer afgehaakt. dat accent, hè. Dat accent. Ja. Nou ja, maar dat klopt inderdaad, want ze hebben gewoon bepaalde... ik weet niet zo goed hoe je het moet. Ik vergelijk het wel eens een beetje met woonwagenachtig. Omdat het zeg maar een soort van community-achtig is. Want de vrouwen zijn gewoon altijd verzorgd. Maar ook de huizen zijn altijd spik en span. Ja. Dakpannetjes geputst. Zeker. Maar ook tuintje goed gemaaid. Maar ook bijvoorbeeld met kleding, weet je wel. Gasten lopen altijd in Armani, in Antonio Maratta. Ja. Weet ik veel hoe het allemaal heet. Ik trouwens niet eruit zien, hè? Nee, ik ook niet. Het is niet mijn stijl. Maar ik ook niet. Die familiegrappen, dat is wel gedaan, hè, toch? Ja. In Volendam. Hoeveel mensen dat nu ook weer van, het is allemaal van dezelfde vader. Je hoeft maar aan één vader een hand te vragen voor het hele vak. Ja, dat is nou wel uitgemolken, toch? Ja. Ja. Nee, nou ja. Het is wel waar. Het is zo. Ja, het is wel waar, ja. Ik vind dat sowieso... de chickie site las ik op Twitter. Niks mis mee. Ja, mag jij nu nog wel gaan van je vriendin? Want die heeft die beelden ook gezien natuurlijk. Maar ik moet één ding zeggen... En die kent jouw reputatie. Ik moet één ding zeggen over Volendamse vrouwen. En dat is, dat is serieus waar. Vrienden van mij ook, de meest knappe vrienden die ik had... bijna altijd. Je kan de hele avond met een Volendamse meid staan. Ja. En denken van, Kasi. Ze gaan met Volendammers, hè. Juist. Ze gaan echt gebeurt. Ik ben een keer geweest met ons voetbalteam. Met Hemelvaart of zo. En toen hadden we daar ook heel dag in café gestaan. Ook inderdaad hetzelfde verhaal. Zo'n gast die denkt van, nou, dit is binnen. Kasi. En die is naar huis gegaan met een dik oog. Die heeft van haar gewoon een gigantische klap gehad uiteindelijk. Gaan niet gebeuren. Die dacht, ik ga het proberen ook. En toen was het bam. Het gebeurt niet. Nee, maar dat is... Dat blijft echt in dat dorp. Ja. Dus grappen over die... Nee, dat is nog wel... Eigenlijk kan het dus wel. Want ze gaan met elkaar. Ja, ik denk dat het wel minder is dan, weet ik veel, pakken bij 30, 40 jaar geleden. Maar je merkt het toch een beetje. Het is toch dat aparte... Het is een cultuur op zich. Ja, en ze vinden het gewoon fijn om toch met elkaar... Maar zijn we altijd wel... altijd verzorgd? Ja, standaard goed verzorgd. Ja. Lekker man. Ga zo door, chickie side. Ja. Chickie side. En mocht er iemand van Volendam luisteren, wij staan ervoor open om de play-offs als te halen op locatie. Maar ze blijven er direct in, dus dat is jammer. Oh, twee plekken omhoog? Ja, joh. Okay. Ben jij vertrouwen in één keer? Ja. Ik ben voor de rest niet zo opportunistisch. Lekker man. Maar als ze van Excelsior vanavond winnen, dan... Vrijdag? Ja, op vrijdag. Hey, jongens, wij gaan rustig aan naar volgend seizoen. Wij zijn natuurlijk altijd zoekende naar verdienmodellen. Juist. Ja, sowieso. Nu heb ik er eentje gevonden. Ja, ik ben haar naam in negen. Femke Louise. Die heeft een gedragen string verkocht voor €1000. Ja. Is dat ook iets voor ons? Om onze boxers te verkopen? Of de sokken eerst te gaan dragen een week. En dan op de post te doen. En dan een envelopje. Ik weet niet of dat er markt voor is. Dan moeten ze even reageren, de mensen. Ja. Therapie. Met of zonder remspoor. Wees dat de prijs. Dat is wel duurder, hè? Ja. Met remspoor. Ben jij een bokserman of een slipje? Nee, een bokserman. Ik ook. Jij?
Ja, boksen. Maar niet boksen. Van die loszetten. Moet nee, wel, nee, wel strak. Korte pijpjes of lange pijpjes? Midden. Ja, ik ook midden. Ik ook boksen. Ja. 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 Nee, eens. Nee, maar dat je dan... Ja, best een, Femke Louise was best wel echt een aardige ster. Hè? Zeker. Ja. Ook in coronatijd werd dat ook zelfs gezien als een van de gezichten ja. van de jeugd. Mm-hmm. Ja. Dat je dan in een paar jaar zo bent afgegleden dat je ja. om geld te maar moeten verdienen jouw afgegleden? Strengetje. Nou, als je strengetje moet verkopen nou, voor 1000 euro... Maar als iemand een rug biedt. Ja, maar ik denk, je bent ook aan het doen. Ja, maar dat zou Katja Schuur ook niet doen. Ik zeg niet dat ze het niet moet doen, want dan moet ze helemaal lekker zelf weten. Ja, maar als je zo nodig heeft. Maar als je zo. Ja, dat je dat nodig hebt ja, om dat te doen. Ik denk niet dat ze dat nodig heeft. Ik denk gewoon. Dat ze het leuk vindt. Nou, niet leuk. Nee, maar als er in één keer een of andere. Geloof mij nou maar, zij heeft denk ik de hele dag van die mafkees in haar DM. He, die natuurlijk ja, op ja, alles ja. wat zij doet. Ja, want ze zit ook een beetje op die, spicy Louise en zo. Ja. Dus je hebt de hele tijd van die randenbielen die natuurlijk ja. gaan zien. Mag ik je tieten zien? Mag ik je kut zien? Ja. Et cetera. Ik zit er maximaal 2 keer per week. Maar als er dan iemand aanbiedt van mag ik een string kopen? Je kan er een rug vervangen. Ja. 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 Maar dan is het dan reset je toch juist een beetje de ja, ik vind de balans. Beetje, ik vind het wel een beetje afgegleden dat je ja, een ja, maar ik vind, string moet ja, maar ja, ik vind het meer afgegleden dat waarschijnlijk een volwassen vent aan iemand gaat vragen, mag ik jouw string kopen? Ja, dan ben je helemaal, dan ben je helemaal wat patje. Dus als je er dan een rug dan van dan je hebt, zoveel geld heb, kun je gewoon naar een hoer gaan of ja. zo. Maar dan ga je een string. Ja, en niet naar één. Nee, gewoon op één avond kan je helemaal losgaan. Maar ik vind haar niet knap. Voor 1000 euro. Jullie wel? Nou, ik vind geen lelijke vrouw. Maar ik vind geen Volendamse. Nee, dat niet. Nee. Maar ik hoef ook niet aan haar stringetje te ruiken. Nee. Jij, Lassie? Nee, en ik vind haar... Ze ziet er op zich goed uit, maar ik heb ook... Het is niet jouw type, nee, ook, ja, toch? Ik heb ook... Niet de meiden. Nee, maar als ik programma's kijk als echte meiden in de jungle en dat soort dingen... Ja, vraag me niet waarom, maar ja. als ik dat dan kijk en ik zie dan hoe iemand is... Dan daalt dat wel in de aantrekkelijkheid. Ja, het libido. Ja. Te zeggen. Ja, daalt. Ja. Ja. Ja, dus dat. Zij is ook niet de slimste, hè? Nee, als jij hoort praten. Nou ja, als jij een string kan verkopen voor een rug, dan vind ik jou vredelijk. Ja. Maar er zitten wel mensen achter. En maar, zouden het allemaal haarstringetjes zijn? Maar dus als mensen onze gedragen boxer willen kopen, kan dat. Dan kan dat wel. Dan kan je gewoon sliden in onze DM. Ja, maar ik zou... Of mail naar Wouter Boerenbals. Wouter@exaltkikker.com. Ja, als Wouter binnenkant ik wel. Zou jij het doen? Van Joop willen met remspoor. Nee, maar zou jij het doen als iemand serieus zegt 500? En ik bedoel, even voor de duidelijkheid. Je weet dat diegene echt gaat betalen. Het is niet die zegt gewoon 500 euro. Ik je hebt een tikkie al betaald. Stuur jij dan een oproep? Ik ga hem brengen. Ik ga hem zelf brengen. Ik doe het voor de podcast. Ja, okay. Voor de podcast doe ik voor alles. Voor de podcast wel. Maar voor de rest, ja, ik zou dan denken, wat moet je daar in godsnaam mee? Ja, maar ja, zou jij niet doen dan? Nee. Ik weet nog een keer dat wij op Marktplaats hadden we zo'n een matras. En toen reageerde er ook eentje van... Is erop zitten er vieze vlekken op de matras? Ja. Ik stuurde van, nee, eigenlijk niet. Oh ja, dan hoef ik hem niet. Zei die. Maar je hebt ook gewoon super vaak... Je hebt ook super vaak, ook via Marktplaats natuurlijk, gewoon mannen die dan bijvoorbeeld... verkoopt een vrouw, verkoopt schoenen. Die gaan ineens heel gesprek aan. Wil je ze even aandoen met panty? Ja. En dan, weet je, allemaal van dat soort dingen. Ja. Ja, ik vind lekker, dat fascinerend. Man. Ja, nee, lekker, ieder zijn meugen. Ja. Ja. Nee, goed. Er zijn meer gekken dan normale mensen. Sowieso, dat is één ding wat zeker is. Sowieso. Maar, ben je nou op zoek naar schone kledij, werkkleding? Deze show wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Here We Go. Profoto. Jawel. Hebben ze ook strings? Profoto. Boys making all the noise. Profoto boys. Ja. Lekker in zitten hoor. Strip het Centraal Station in Amsterdam, hè, werd die gezongen. Gingen mensen zingen naar elkaar. Dat is wel schitterend. Ze worden helemaal gek. Ja, maar in ieder geval geen gedragen string van Famke Louise te koop bij Profoto. Maar wel natuurlijk werkkleding voor helden. Ja. Wil jij het laten bedrukken? Wil je het laten borduren? Alles is mogelijk. Onmogelijk. Levering supersnel. Grootste assortiment van Europa. Vandaag besteld, morgen in huis. Juist. En... onze kortingscode, jij hebt het woester al gezegd, is zeker, verlengd. Zeker weten. Lekker, gebruik man. De code DEDB15 voor 15% korting boven de 100 euro. En nu geldig tot en met 9 mei. En doe het, want het is echt topbedrijfskleding. Heb jij al les gegeven in een Proforto trui of Proforto muts?
Nee, maar dan zou ik een foto maken. Ja, dat heb je nog niet gedaan. Dat is schandalig. Ja. Ik verwacht hem deze week. Ja? Ja. Ja. Oké, dan zal ik hem even mee naar huis nemen. Maar ik draag hem wel echt ook gewoon in het dagelijks leven. Ja? Gewoon in het supermarkt met de eerste beste badge. Gewoon op mijn trui. Nou, dat is heel grappig. Daar had ik beter een foto van kunnen maken. Maar ik had dus eerst die te kleine gekregen. Ja, 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 ja. En die draagt mijn vader nu. Maar die heeft hij echt iedere week wel een dag aan. Ja, 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 ja. Dat is mooi. Ja, maar... Ja, die oude, ook, hè? Die ook. Van het ik draag hem ook serieus op mijn werk. Want het is oprecht hele goede werkkleding. Het is gewoon top. Ja. Ja. Dus kortingscode nog één keer. Ja. DEDB 15 voor 15%. En gebruiken mensen. Ook voor dierenverzorgers? Ook voor dierenverzorgers. Ja. Daarover gesproken. Hey, een bruggetje. Dierenverzorger. We gaan de telly doen, toch? Nee, nog niet. Nou, man. Hey. Oh. Nog niet, joh. Moeten wij niet nog een klein rondje doen? Geetig. Oh, oké. Okay. Mofjes. Sorry. Rondje mofjes. Mofjes. Ja, ja. Dat is ook een dichter. Nee, maar mensen zijn er wel mee bezig. Zeker. Maar ik ga zelf ook anders kijken. Want ik was even. Ik had korte beelden gezien van VI vandaag. Ja. En aan de bar zat Goede Liekens. Ja, 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 ja. Toen dacht ik bij mezelf. Niet, Joop? Joop, niemand verstaat dit, hè. Oh. Mof is een mofje. Mooie oudere vrouw. Ja, zo'n mooie oudere vrouw. Goede Liekens. Want eerst werd Patricia Pai geopperd. 75 jaar geworden. Nou, hier ga ik mijn plasje niet over doen. sorry, dat is een geintje natuurlijk. Gefeliciteerd, Patricia Pai. Ja, maar... Te oud. Dat is echt te oud geworden. Ziet er ook echt oud uit nu. Ja. Geen mooie oudere vrouw. Ik had er 25 jaar geleden ook al wel moeite mee gehad. Nou, ik niet. Nee? Toen was het echt een mofje. Ja. Toen ze 50 was? Ja, toen was het een mof. Maar nu niet meer. Nee, is te oud. Oké. Okay. Maar ook Helene van Rooyen werd natuurlijk ook geopperd. Robin Sherp, hebben jullie het wel eens over Helene van Rooyen gehad? Serieuze concurrentie voor Caroline? Ja, zijn mooie oude vrouw is een mof. Maar dat weet ze zelf. Ja, precies. Helene van Rooyen weet ook heel goed van haarzelf dat het een mof is. Maar ik vind Helene van Rooyen ook echt geil. Ja, ja, maar dat is het. Maar toch? Dat is het. Ze hebben ook een keer zo'n kunstproject gehad. Ja, dat ze de eigen onderhoud laten spuiten in haar haar. En dat ze dan 100 foto's van gemaakt of zo. Ja, dat was een heel kunstproject. De menstruatiekalender of zo. Dat dat soort dingen. Zij is ook heel erg bezig met haar eigen seksualiteit. En dat maakt jou wel gel. Ja, 100%. Ja, nee, dat vind ik ook een mooiere oude vrouw. Ja, zeker. Ze mogen weer voor de klas, jongens. Ja. Op zaterdag. Oh ja. We kregen ook nog een inzending op YouTube in de comments van Ed de Witte Chinees. Ja. Hanneke Groenteman. Geen mol. Nee. Dat is geen mol. Zeker niet. Nee. Maar Goede Liekens wel. Ja, Goede Liekens 100%. Ja. Lekker accentje ook. En, dat Belgisch accent. Ja, dat doet ook goed. En ik zag van de week, dat is voor mij ook een all-time favorite, Dionne de Graaf. Dionne de Graaf is echt een mooie vrouw. Is een mof. Ja, vind ik ook. Ja, dat is een klassiek mooie vrouw, vind ik. 100%. Ja. Ik ga helemaal met je mee. Dankjewel. Maar het is relatiemateriaal. Ja, Rayla. Ja, Rayla, dat is relatiemateriaal. Stop weer bezig met een avondje. Kijk, Helene van Rooyen denk je bij je eigen verhaaltje. En dan klaar. Even de Lars van Velsen eruit halen. Even de Profoorte Boy uithangen. Ja, maar Dionne de Graaf. Here we go! Profoorte Boys. Maar Dionne de Graaf is relatiemateriaal. Ja, vind ik echt wel even beter te leren kennen. Ja. Happy uit eten. Tuurlijk wel. Ja, toch? Tuurlijk wel. Sterrenrestaurantje pakken. Tuurlijk wel. Maar mensen mogen nog steeds via de Insta-DM en via de YouTube comments natuurlijk laten weten wie zij een MOV vinden. Ja. Beersje van Beers? Ja. Kennen we die nog? Breda. Zeker. Leuk een mof, hè? Zeker, man. Tuurlijk wel. Hey, verder, ik weet, jij staat te springen in jouw tuig. Ja. Het is tijd. Voor de... De telly van Ferry. Badabadabam. Ik heb een 1-2'tje weer met Nick van der Gijp gedaan. Ja. Nick? Ja, want we hadden nog iets staan, hè? Ja, John de Wolf dan. John de Wolf. Ja, John de Wolf. Die zouden we nog een keer gaan bellen. Ja. Oh ja. En dat gaan we doen ook. Oké, dan. Leuk, man. John de Wolf. Die heeft een lekkere week gehad, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Zal hij medelijden gehad hebben met... Goedenavond, John. Hey, John, met de eerste de beste.
Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, John. Hey, we hebben pas geleden hebben we met jou gebeld, John. En toen hebben we het over best wel veel dingen gehad. Ja, jij moest toen naar Van Hanegem. Ja. Maar toen, ja, toen hebben wij naar de rand allerlei bedreigingen in onze inbox gehad van Feyenoord supporters. Want we hadden het eigenlijk niet over Feyenoord gehad. Oh, is dat zo? Ja, ja. Dus eigenlijk aan jou nu eigenlijk de eerste prangende vraag. Heb je ook zo'n medelijden met Ajax? Nee, ja, medelijden moet je nooit met tegenstanders hebben, ongeacht wie het ook is. En ja, voor mij persoonlijk absoluut niet, omdat ik ook in mijn voetbalcarrière, in mijn tijd, heb ik ook aan de andere kant een keer zo gestaan. Ja, zeker. Ja. In de Kuip zelf, hè, verloren we volgens mij met 0-4 of 0-5. Dus ja, nee, je moet nooit meelijn met tegenstanders hebben. Hoe heb jij afgelopen zondag beleefd? Kun je ons eens even meenemen? Ja, zoals denk ik velen en iedereen halverwege vol verbazing eigenlijk ja, de kleedkamer in met een 0-3 voorsprong. Ja, dat was pure weelde. Maar ook vooral wat de jongens op het veld hadden laten zien. Ja, ja man. Ja, en dan de tweede helft nog uitlopen naar 6-0. En de zevende goal nog afgekeurd. Ja. Ja, alles viel gewoon die middag viel samen. Zowel op het veld als buiten het veld, het legioen. Toen we het veld opkwamen met de warming up. Ja, als één man achter het elftal staande. En echt als twaalfde man. Ja, en dan ja, eigenlijk voordat je het weet is helaas dan de wedstrijd heel snel voorbij. Ja. Ja. Ja, komt er voor jou dan ook zo'n moment op een gegeven moment dat je denkt van nou, dat je 100% zeker bent dat van dit is binnen. Dat je ook gewoon even gewoon gaat zitten genieten? Of ben je daar te veel met de wedstrijd voor bezig? Nou, ik heb al genoten tijdens de wedstrijd van een aantal spelers en van eigenlijk de gehele ploeg. Ja. En hoe ze bleven afjagen en hoe goed ook voetballend en eigenlijk alles klopte. Maar ja, op het moment dat het sluitje gaat, dan, ja, dan is het genieten. Maar dan is het ook vooral de jongens laten genieten op het veld met het legioen. Juist. Ja, want John, het is natuurlijk een legendarische wedstrijd. De Feyenoord fans zullen dit nooit vergeten. Maar had het nou iets mooier geweest nog als Ajax wel drie keer naar elkaar kon overspelen? Dus dat ze iets, wat je speelde nou gewoon tegen 11 lammen eigenlijk. Dit was Gerard Joling trouwens, ook die vraag stelde. Ah, oké. Okay. Nee, ik heb niet geteld hoeveel ze de ballen naar elkaar gespeeld hebben maximaal. Maar als ik jou dan zo hoor, is dat voor mij alleen maar prettig, want ik kan ook niet verder dan 10. Nee, maar weet je, op het moment dat je tijdens de wedstrijd ben je vooral met je eigen ploeg bezig. Ja. En, geniet je van je eigen ploeg. En, ja, weet je, en net wat ik zeg, voordat je het weet is het eigenlijk voorbij en zie je iedereen, ja, heel het stadion met het legioen in euforie. En, ja, dan is het genieten geblazen. En ja, dan is de Kuip op zijn mooiste en op zijn best. Zeker. Ja. Ja. Nou, mooi ook beelden ook zo na de wedstrijd. Jakuba Minte, geweldige wedstrijd. Ja. Ja. Maar had je hem geen lift naar huis kunnen geven? want hij moest lopen naar huis. Ja. Ik denk als hij twee keer struikelt, is hij er. Normaal bij een diepe bal en een rendoor, dan zit hij in zijn achtertuin. Nou ja, laten we het ook een soort quasi mooi vinden, tot dat ook gewoon kan. Ja. Weet je? Ja. Gewoon lekker normaal doen en na de wedstrijd lopend naar je huis en onderweg nog een aantal foto's maken met mensen die graag met hem op de foto willen. En ja, dat is fantastisch. Ja, dat is zeker mooi. Dat is mooi, hè? Die mensen hebben 90 minuten genoten van het elftal en ook van Minte. Ja, en als hij dan vol verbazing na de wedstrijd hem tegenkomen en ja, hij staat klaar voor een foto, dan is dat alleen maar ja, heel mooi. Zeker, zeker. Ja, bijzonder. Mooi, man. Hey, even over jouzelf, John, want jij bent nu al ja, onder verschillende hoofdtrainers, hè, ben je assistent bij Feyenoord.
Ben je nu echt een Feyenoord assistent of zeg je van ik kan, want ja, Arne Slot heeft ook niet het eeuwige leven bij Feyenoord. Maar, of sta je ook open voor andere clubs? Als stel dat Slot zegt van ga met me mee naar Engeland. Is dit goed? Ik heb tot 27 en ben ook de jongste niet meer, hè? Ik ben 61 en 61 zou je niet zijn. 61 jongens. Ja. Ja. Nee, ik zit op mijn plek. Ik voel me goed. Ik doe veel meer dingen dan alleen maar het assistentschap. Weet je, ik ben ook een soort ambassadeur van de club. Ja. Dus ja, weet je, ik ga elke dag fluitend ga ik naar 1908 en elke dag ga ik fluitend dingen doen voor de club. En ja, des te mooier is het als het ook op het veld fantastisch gaat. Hè? Want dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Ja. We kunnen het allemaal leuk en aardig hebben, maar er is niks mooier als het op het veld goed gaat. Zeker weten. Ja, absoluut. Zeker weten. Ik was zo onder de indruk ook van die zo van Quinten Timmermans zondag. Ja, hoe hij aan het jagen was en ballen afpakte. En ook van het voetballen. Dat is echt... En Wiever? Wiever was ook zo goed. Geweldig om te zien, man. Ja, dat zijn vervelende jongens om tegen te spelen. Ja. We zeggen wel eens tegen elkaar van... dat is een moeilijke tegenstander. Maar vaak hoor je ook wel dat ploegen ons een hele lastige en vervelende tegenstander vinden. Ja. Dat is ook weer zondag gebleken. Maar als je een Wiever en een Timber op het middenveld tekeer zag gaan in de duels. En als ik er nu twee noem, dan doe je de rest tekort. Ja. Dan doe ik de rest tekort. Maar een Bart Nieuwkoop die volgt. Ja, ja, of zo. Ja. Minte die vooruit ook blijft jagen met zijn snelheid. Ja. En ja, nogmaals, ik ken ze alle 11 eigenlijk. Ja, dat is mooi. Geertruida, die op een gegeven moment gewoon tegen 6 Ajaxiden het duel aanging. De bal nog wint. En toen was Paxao die hem erin schoot. Het was echt mannen tegen jongen. Ja. Weet je, één man tegen 6 jongetjes. Ja. Ja, bizar. Maar ik ga nu ook een paar clichés erin gooien. We hebben zondag ervan genoten. We hebben er gisteren op onze vrije dag zeer van genoten. Overal waar je kwam. Ja. Ja, we kwamen mensen naar je toe en een handje geven en bedankt en gefeliciteerd. En jullie hebben ons echt heel erg blij gemaakt. Ja, en vanaf vandaag is het vizier op Fortuna en het vizier op de bekerfinale. Focus op het volgende wedstrijdje. Ja, maar John, zo'n bekerfinale, hoe is dat voor jouzelf? Kijk je daar echt naar uit? Want je hebt dat natuurlijk al een aantal keren meegemaakt en ook grotere prijzen gewonnen. Is dat voor jou nou echt iets waar je al weken vooraf naar uitkijkt of niet? Ja, dat is kijk, betaald voetbal gaat om prijzen winnen. Ja. We hebben vorig jaar hebben we een prijs gewonnen met kampioenschap. Het jaar ervoor hebben we helaas de finale verloren van de Conference League van AS Roma. Ja. Ja, en als je zo goed op het veld bent het hele jaar, dan moet je je eigen beloning aan het eind van de rit met een prijs. Nou, die prijs, het kampioenschap, dat gaat zo goed als naar PSV. Nou, dan blijft er nog een KNVB-beker over. Nou, dat is toch best een grote prijs in Nederland. Eigen stadion. En het eigen stadion. Dus ja, weet je, tuurlijk kijk je naar uit en... Ja, toevallig zei ik het vandaag, ik weet niet meer tegen wie. Finales zijn fantastisch, weet je wel. Alleen, ze zijn alleen maar leuk als je ze wint. Ja, dat is wel. Anders vergeet je ze snel. Ja. Hey Sean, vroeger was je natuurlijk ook echt een mode-icoon. Weet je, bekend om die hele kleurrijke overhemden. Heb jij er nog een aantal in je kast hangen? Nee. Ah, zonde man. Ja. Zonde. Als ik mee gaat lopen, dan word ik opgepakt. Dat is met een testbeeld. dat waren shirts van die tijd. Armstrong overhemden. Ja, weet je wat het is? Een aantal keren per jaar komt dat nog voorbij. Hè? Dan hebben mensen het erover. Dan krijg ik foto's opgestuurd. Dan hebben mensen... ik weet bij God niet hoe ze eraan komen, maar dan lopen ze ineens in zijn overhemd. Ja. Weet je, dat zijn... dat waren in de jaren 90, begin jaren 90 was dat hot. Was dat hip, hè? Ja, Carlo Colucci, toch? En, alleen als ik nog foto's van mezelf erin zie, dan denk ik...
hoe is het in Jezus naam mogelijk dat je daarin gelopen hebt? Ja. Sommige over hem waren net een testbeeld. Ja. Ja, ja. Hey, maar John, even. Dat is ook misschien een gekke vraag in een voetbalpodcast, maar het is bij ons echt een ding geworden. Ja, en ja. Dit willen we echt weten van je, John. Jij staat bij veel vrouwen op leeftijd, jong en oud, sta je er wel goed op. Maar vind jij Caroline Tense een mooie oudere vrouw? Ik vind dat een hele gekke vraag. Ja, is het ook. Maar wat is de achterliggende gedachte dan? Nee, ja. Nou ja, daar hebben we hierover gediscussieerd. En wij worden het niet helemaal eens. En we hebben het al meerdere gasten gevraagd. Ja. En het maakt verschillen, jongens. Dat is, weet je, de een zegt ja, de ander zegt nee. En de ander zegt, ja, het is niet mijn smaak. Ja, dat kan toch? Ja, ja, ja. Als wij daar weer uitspraken over gaan doen, dan Oh, jij bent bang dat je volgende dag op de krantenkop staat? Ja. Ik ben gelukkig getrouwd en dat is allemaal prima. Dus, Bang voor de vrouw. Dat heb Lars ook. Dat heb ik een hele lange tijd niet meer gezien. Nee. Hey. Lars heeft een vraag. Ik? Wat? Nee. Oh, wacht even. Ik moet iets voorlezen van Lars. Nee, we moeten. John, hoe gaat het eigenlijk met Hartman? Hij is af en toe bij de club. En is bezig met zijn blessure. En daar is heel veel over gezegd en over geschreven. Ik moet zeggen, op het moment dat ik hem tegenkwam, viel het gelukkig mee hoe hij het zelf ermee omgaat. En we zijn allemaal voetballer geweest. En als je geblesseerd raakt, één voor eigenlijk de belangrijkste wedstrijd, de mooiste wedstrijd in Nederland, Feyenoord Ajax, is dat al heel vervelend. Als je dan ook nog eens de KNVB-bekerfinale mist, is het nog vervelender. Ja. Ja, als je dan ook nog eens het EK in Duitsland mist, ja, dat is heel, heel vervelend. Ja, dat is pijnlijk. Ja. Ja. Dus ja, weet je, dat gun je je grootste vijand niet. Maar daar heeft hij mee te dealen. En hoe zijn revalidatie en wat er allemaal precies gaat gebeuren, daar ben ik niet helemaal van op de hoogte. Dus dan is het ook niet echt goed dat ik daar dingen over ga zeggen. Nee. Dat is gewoon zo'n mooi mannetje. Weet ja, zeker. Hopelijk zeker. Komt hij weer snel terug. Topniveau. Ja. Hey, over dat EK gesproken, John, want Feyenoord is onderhand bijna hoofdleverancier van het Nederlands elftal. Leeft dat al in die spelersgroep of horen jullie daar niks over als staf zijnde? Nee. Eigenlijk is het de sneeuwbaleffect. Je weet, je komt bij het Nederlands elftal door goed te presteren bij je eigen club. En dat hebben ze de afgelopen tijd zeer goed gedaan. En nu nog een aantal wedstrijden waar je zelf ook weer in de picture kan spelen. En zoals gisteren, de komende 5 wedstrijden nog in de competitie, de bekerfinale. En dan moet er een klap opgegeven worden. En dan hoop ik, of dan hopen we, dat we met zoveel mogelijk spelers daarheen gaan. Ja. En worden we Europees kampioen? Ja. De hamvraag. Nou, zover heb ik nog niet over nagedacht. Ja, tuurlijk wel. Maar we worden gewoon Europees kampioen, man. In mei en juni op, want het is ook belangrijk welke spelers erheen gaan en welke spelers te fit zijn. Ja, maar gewoon gevoeletjes, John. Je hebt gewoon gevoel van zit het erin. Geraakt, volgens mij is Malen geblesseerd geraakt. Ake is geblesseerd geraakt. Nou, Hartman is geblesseerd. Dus er zijn op dit moment wel een aantal blessures. En dat is dat zijn niet de eerste, de beste. Heitje, man. Geertruida erin. Wiefar, Timbar. We worden Europees kampioen. Stengs mee. Hartstikke idee. Kijk, die jongens zijn overtuigd. Goed zo. Nee, nog een biertje zou ik zeggen. Het is de Vrijmibo. Gaan we doen. Hey, wat was jouw mooiste eindtoernooi, John? Mijn mooiste eindtoernooi? Ik heb afgelopen WK heb ik fantastisch meegekeken op tv. En heb ik zeer erg genoten van Frankrijk en Argentinië. Maar vooral ook de finale. Ja, dat was zeker mooi. Als ik nu zo even voor me kijk, zit ik ook te genieten naar het stadion wat ik zie.
Maar wat zit je te kijken? Welke wedstrijd? Ja, elk moment gaat Real Madrid met Manchester City starten. Oh, Bernabeu. Ja, lekker wedstrijdje kijken. Lekker voetbal kijken. Oké, okay, dan zullen we jou niet langer storen, John. Hey, bedankt dat we even mochten bellen. Ja, leuk. Ja, jongens. Oké. Okay. Gaan, ja, gaan we doen. Dankjewel. Succes met Feyenoord. Oké, okay, hoi. Hoi. John de Wolfman. Tuurlijk wel. Legend. Hij wilde zich niet uitspreken, hè? We kunnen niet intensie. Nee. En over het EK niet? Over het EK niet? Nee, maar dan zat hij natuurlijk naast zijn vrouw. Dan durft hij dat niet te zeggen. Zo gaat dat toch? Ja, ja. Hé, Lars, wat zat je nou te wijzen eigenlijk? Ja, nou ja. Ik begreep over het van. EK de hele tijd. Oh. Want daar moesten we toch een beetje naartoe gaan. Ja. Okay. Ja, van wie dan? Van wie moesten we erheen? Van mij. Omdat ik bepaal, jou. Want ik presenteer deze show. Oh, oh, maar ja, jij wilde heel graag naar dat EK. Ja, maar dat had je zelf toch even kunnen zeggen? Ja, ik heb bijna geen stem. Ja, ik denk, ja, wat wil je nou? Maar nu zeg je toch ook dingen? Dan kan je toch gewoon vragen aan John de Wolf. Ik zit 6 keer te wijzen. Ja, maar hij begreep het niet. Hij begreep het niet. Kijk, je hebt nou toch ook een stem? Ja, nu wel. Dan kun je toch zeggen, hé, Johnny, ouwe dimmers, EK, zijn die gasten er klaar voor? Ja, nee, oké. Okay. Geen truidaatje. Okay. Ja, toch? Ja, nee, ja, dat is gewoon even weten. Maar goed, ja. Het is onduidelijk nog of we Europees kampioen gaan worden. Voor zondag wel. Die gaat zich daar later op focussen. Ja. Ja, okay. Ik vind het wel mooi. Kijk, in de test. Ja, smaak. Ja, smaak. Ja. Nou, ik vind het met Nederland zelf dan mooi dat wij hopen op die hype train. Ja. Ja. En John Wolf, die zegt gewoon eerlijk. Ja, even zien wie worden er geselecteerd. Ja. Hij gaat daar heel serieus mee om. Wij willen gewoon dat ze gewoon keihard schreeuwen. Ja, ja, we gaan ze pakken. Wietse van week wel, hè? Ja, Wietse wel. Ja. Nee, John. John de Wolf. Ja, lekker man. Legende. Prima. Die zal een mooi weekje gehad hebben. Die zijn ze van de Goot zat maandag ook wel weer met de tafel. Willem van Hanegem zat er aan tafel. Ik heb het ook weer even gekeken. Hè. Kijk dat altijd. Heb je nog tussen Jury Mulder en Van Basten gezien? Nee, die heb ik gemist. Jij moet mij nu laten uitpraten, zei hij tegen Jury Mulder. Ja? Ja. Oei. Ja, dat zei Jury ook. Oei. Ja, maar dan zie je toch even de echte topspits en de goede spits. Ja. Maar ik heb het in Jury Mulder eigenlijk nooit gezien. Dat wat, is als analist. Wat hij toevoegt. Of, ja. Ik vind hem juist als analist wel goed, maar hij wordt juist altijd een beetje gedownplayed. Terwijl wat hij zegt en zo is best wel goed, maar het is ook niet. Hij heeft ook wel eens de niet populaire mening. Ja, en wel, dat maar, wordt hem dan niet altijd in dat. Nee, kijk, nu is hij wat meer. En nu is hij niet meer zo nadrukkelijk, maar hij was altijd echt. Ja, voor die ESPN-tijd. Ja, was hij was een hele grote analist. Klopt, ja, en toen had ik al zoiets van. Nou. Hé, hey, maar Willem van Hanegem, natuurlijk grootheid. Ik heb natuurlijk een paar weken geleden al een keer gezegd van het boeit ook niet echt heel erg. Nee. Mm-hmm. Staat mijn mening nog? Ja. Of boeit het wel wat hij zegt? Hij is te oud eigenlijk, hè, om daar te gaan zitten. Nou, het ik vind hem bij zoiets beter dan die columns. Want die worden dan als een beetje bijgeschreven en gefine-tuned. En, kon het een beetje? Ik zat ook een beetje daar. Toch, het wordt wel oud eigenlijk. Ja. Mij boeit het niet meer, wat Willem van Hanegem ervan vindt. Er komen ook wel eens hele rare vergelijkingen voorbij. Zeg maar, hij spiegelt ook alles nog naar een bepaalde tijd, zeg maar. Want dan ging het bijvoorbeeld over ballen uitschieten als keepers. Ja, en dan ging hij zeggen, ja, vroeger konden ze niet verder dan de middenlijn schieten. Ja, en dan is het echt wel heel lang geleden allemaal. Ja, het is wel echt met de links en rechts binnen nog zo'n beetje bijna. En met de stopperspil. Juist. Ja. Ja. Dat viel nu al mee, maar ik vind dat ongemakkelijke wel altijd heerlijk. Bij Van Hanegem. Dat hij kan veroorzaken. Ja. Het is ook een mooie persoonlijkheid. Toen met die, hoe heet hij ook alweer? Ja, maar hij heeft toen met Theo Jansen en die van de Meijden gehad toen bij dat VTBL een keer. Ja, daar kwam die niet meer, hè, daarna. Nee. Toch? Nee, maar weet je, die Harry Mens, dat hij daar... Dat is waanzinnige tv. Dat is goed, ja. En die Harry Mens probeert er echt wat van te maken. Ja, lukt. Hij zijn wel twee vrienden, want hij komt altijd terug. Hè? Ja, dat begrijp ik. Hij komt altijd. Hij is allemaal goed betaald, denk ik. Ja, wat zie je nou te zanen, Harry? Ja. Dat is goed. Hé, leuk, Ver. Prima. Lekker, man. Ferry. We gaan nu door naar de quiz. En zoals de kijkers en luisteraars weten, we elke week twee spelers, een trainer, een stadion en het moment van Snap. En die ga ik omschrijven aan de hand van 5 hints. Ik heb ik ga donderdag, dus gisteren voor de luisteraar, ga ik even lunchen met Snap. Ja? Dus jij weet van de komende week alle antwoorden. Ja, tuurlijk. En dan krijg ik een sjaal voor hier, voor in de studio. Oké. Okay. De van kutkrant sjaal krijg ik. Oh! Ja, dus een sjaaltje van blijkbaar. Die heet Snap en die krijg ik dan. Oké. Okay. Hier voor in de studio. Leuk. Oké, okay, top. Dus lekker, die heb je gisteren gekregen? Ja. Oké, we gaan beginnen met... Het op kunnen hangen. Ja. We gaan beginnen met de eerste speler. De eerste hint komt hij aan. Ik heb tot dusver een vrij bijzonder carrièreverloop gehad. Oké. Er zijn er wel meer. Hint 2. Tijdens mijn eerste weken bij Telstar waren mijn teamgenoten niet heel erg onder de indruk van mij.
Okay. Hint 3. Mijn bijnaam luidt de wasmachine. Schouten. Welke? Jerdy Schouten. Dat is correct, vind je jou buiten. Zeker. Ja, ja, hint 4 was, ik kan zomaar een basisspeler op het WK zijn komend seizoen. En hint 5 was, Feyenoord vergat mij in de achtertuin op te pikken. Daarom speel ik nu bij een andere topclub in Nederland. De wasmachine? Ja, ja, waarom heet hij zo dan? Dat weet ik niet, omdat hij gewoon zo'n middenvelder... Hij draait iedereen dol. Het zal wel, het zal wel. Okay. Ja, ik denk wel dat we met de middenveld Frenkie de Jong... Frenkie weer terug Timbar, bij Bas, hè? Hey, de Jong, Timbar, Reintjes. Dat ja, schouten middenveld. Niet, dat, jongen. Oh, Reinders. Reinders. Oh, Reinders, sorry. Reinders, maar dan heb je een middenveld, hoor. Ja, zo. Ja, maar Wiever zou ik ook wel graag willen zien. Ja, Frenkie de Jong beter. Ik vond het wel mooi met die schouten. Had ik toevallig gezien bij PSV AZ van het weekend. Of vorig weekend. Ja. Ja. En toen zeiden ze van tevoren echt... Ja, ja, die schouten staat weer centraal achterin. Ja, daar gaan we echt op letten. En zijn eerste 4 ballen waren echt kut, hè. Dat was ook met Kwakman, toch? Ja. Of heb je het niet gezien? Bij de Eredivisie. Maar die kan wel lekker ballen. Hè. Hij is zo makkelijk. Heel simpel. Ballen, nu simpel in principe voetbal. Het voetbal zo makkelijk. Ja. Hij doet me echt denken een beetje aan mijn tijd. Volsport A1. Zo, ja, zo makkelijk. Ja, ja. Ballen wegleggen zo. Ja, ja, weet je wat ik nou mooi vind? Die combinatie met Peter Bos. Want niemand bedenkt om hem centraal achterin te zetten. Nee. En hij denkt van, oh, als ik die nou zet, ja, want wij komen toch niet echt in de problemen tegen die spitsen. Dus dan hebben we gewoon een voetballer. Ja. Misschien wel het geheim van PSV. Ja. Dit de sleutel. De sleutel. We gaan daar door naar eigenlijk de zouden we ook een Eredivisie podcast moeten maken. Ja, alles. Dan leggen we het ook even uit. Leggen we het allemaal even uit. We gaan door naar de volgende speler. De eerste hint komt hij aan. Mijn vriendin is in 2023 uitgeroepen tot de mooiste voetbalvrouw van Nederland. Lars van Velsen. Hint 2. Ik ben opgeleid door Ajax, maar kwam nooit tot een wedstrijd in het eerste elftal. Oké, mooiste voetbalvrouw. Hint 3. Als ik juich, show ik altijd mijn spierballen aan het publiek. Die van Fortuna. Hint 4. Met een redding op de lijn zorgde ik ervoor dat mijn vorige club in de Eredivisie bleef en niet in de mooiste competitie ter wereld kwam te spelen. Nog één. Dat is van Fortuna. Dat is, die is nou in Engeland. Bij Millwall. Fleming. Fleming. Ja, Gian Fleming. Ja, ik heb hem. Ik heb de puntje. Ja. En eentje 5 was... Lekker, ik heb hem. Moest door ik jou. Moest ik de hints niet geven? Nee. Moest jij de hints geven? Eentje 5 was, op dit moment speel ik bij een van de meest gehate clubs van Engeland. Zion Fleming. Mooi man, mooie club. Hij was ook een beetje een wappie, toch? Ja, ja. Een beetje een wappie, toch? Ja, dat geeft toch niet. Maar hij doet het bij Milner ook goed, hè? Ja, klopt. Zeker. Klopt, ja. En blijkbaar is hij een hele mooie vriendin. Dat doet hij goed. Dus kan je ook googlen. Wie is zijn vriendin? Nu mag je van ons even een keer googlen. Ja, nu mag je even googlen. Ja, wel even snel. We moeten een beetje snelheid houden in de podcast. Dat is ook mooi, voor de uitzending. Twisk. Twisk. Ah, leuke giet. Ja, Isabella Twisk, jongens. Nu gelijk even op Instagram even kijken. Dat vind ik wel mooi voor de mensen thuis ook. Dat wij net voor de uitzending, dan nemen we even het draaiboekje door. Ja. En dan komen we bij die mofs. He, dat stukje. En dan opeens, 5 minuten later, zit Lars hier allemaal Beertje van Beer zo te zoeken. Hoe heet ze ook alweer? Even kijken toch. Wie was die een ook alweer? Die Saar Sophie? Saar van Koningsbergen. Saar van Koningsbergen. Ja, maar die is mijn leeftijd. Ja, maar toen ik 14 of zo was, toen was ik een beetje verliefd op haar. Ja, oké. Miljuska? Miljuska. Is ook nog te jong. Is geen mof. Nee, die is veel te jong. Veel te jong. 30, 40, nou, begin 40. Laten we lekker doorgaan. Nee, zoiets. Okay. We gaan door naar de trainer. Komt hij aan de eerste hint. Ik begon mijn trainerscarrière in het zonnige Madeira. Okay. Hint 2. Toch verhuilde ik Portugal uiteindelijk voor Nederland. Waar ik onder meer 2 keer hoofdtrainer werd bij clubs in Brabant. Ik weet het al. Maar het is misschien nog niet leuk om te zeggen. Nee, wacht nog maar even. Hint 3. Inmiddels ben ik weer vertrokken uit Nederland. Maar dit jaar was ik nog in... Was ik nog een van de topkandidaten om Maurice Stijn op te volgen bij Ajax? Oh, dat is Mitchell van der Graag, dan zeg ik het maar. Ja, ja, dat klopt. Dat is Mitchell van der Graag. Mijn puntje. Hint 4. Ja. Rust heb ik niet helaas, want ik ben assistent bij een van de grootste clubs ter wereld. Ja. En waar is jij assistent aan? Manchester. Oh, bij Manchester. Tuurlijk, bij Ten Hag. En hint 5 was, ik haalde het slechtste puntengemiddelde van een trainer van NAC deze eeuw. Ja. Ja. Ja, ik wist al bij Madeira. Want die zoon die is daar geboren. Die heeft ook Jordan, ja. Maar ja, dat is Mourinho was. Ja, maar dat is best wel apart. Want hij is daar gaan voetballen. En hij is daar gewoon blijven wonen. Hè, daar zijn Portugal. Ja, daar, en hij heeft vanaf daar echt zijn carrière gewoon heel mooi opgebouwd. Madeira is ook het stadion Madeira is het eiland van Cristiano Ronaldo. Die komt er vandaan, ja. Schijnt een heel mooi vakantieeiland te zijn. Lekker rustig. Ja. Misschien ga ik er ook heen. Madeira. Ja, in plaats van, wat is het, de Schelling. ik ga deze zomer weer naar de Schelling. Een eiland is een eiland. Toch? Zo is het. We gaan door naar het stadion. Komt hij aan de eerste hint. In 2006 was dit stadion het podium
voor de wedstrijden Saoedi-Arabië-België en Angola-Turkije. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Hint 2. Zitten we nog in Nederland? Of? Ja. Er zitten dit seizoen gemiddeld 5 keer zoveel mensen op de tribune dan 7 jaar geleden in dit stadion. Hint 3. Tijdens de provinciale derby in 2013 was er sprake van een bomincident op de tribune, waarbij een aantal mensen ernstig gewond raakten. Ik weet het echt niet. Hint 4. Dit stadion stond 2 jaar geleden op zijn kop door de komst van een speler van de kampioen van Frankrijk. Burak Yılmaz. Fortuna. Nee, Fortuna? Hoe heet de baan dacht. Nee, weet dat tegenwoordig? Ik ga hint 5 doen. De club die in dit stadion voetbalt, werd door Michael van Praag al eens failliet verklaard. Ja, dat is Fortuna. Ja, en hoe heet het stadion? Van Fortuna. Het is soms makkelijker dan je denkt. Ja, het Fortuna zit dat stadion. Ja. Klasse. Maar wat is dat met een bomincident? Ja, staat er niet bij, hè? Mag ik even googlen? Ja, dit mag je wel even googlen. Zal ik jou eens wat vertellen, Joop, in tussentijd? Te vinden zijn. Nederland-Cyprus. Ja. Bomincident. Was ik bij. Nee, joh. Dat was een klein ventje. Ja, was heel jong. Klein ventje. En, in de Kuip. En dat heb indruk gemaakt op je toen? Of ben je een beetje vergeten? Ik ben het wel een beetje vergeten. Maar ik word natuurlijk wel herinnerd door mijn vader. Die schrok natuurlijk rot dat ik daar ook mee was. Ja. Die dacht, ik neem mijn zoontje een keer mee. En ze gooien meteen een bom. Ja, maar het was dus een bomincident. En er werd een bom gegooid op de keeper van MVV. Oh, in dat geval, Job Bulters. En er zijn 6 mensen gewond geraakt. Heftig, man. Ik ken het helemaal niet. Nee. Ik ook niet. Ja, we gaan door. Het moment, Snappy. Ja, het moment van Snap. Oh, dat was hem nog niet. Nee, dit is het stadion. De eerste hint komt hier aan. Dit moment vond plaats bij een club die door een 1-5 nederlaag net was gedegradeerd. Hint 2. Het was een voorbode voor meer ellende, want een club in kwestie speelt nu op het 6e niveau van Nederland. Achilles. In 3. De degradatie is echter niet wat men heeft onthouden van die avond in Gelderland. Oh. Kutkrant, dit is weer een sjaaltje. Is dit het kutkrant moment? De 4. Leidend voorwerp was het regionale nieuwsblad, al werd de keeper van de thuisploeg eerder ook niet gespaard. En in 5 was de presentator van De Eerste de Beste was aanwezig. Ja, het kutkrant moment. Ja. Is ook wel weer een mooi moment. Jawel, maar dit is voor Snappy te makkelijk. Ja. Ja, ik heb ook het gevoel dat we deze al een keer eerder... We hebben ook al 10 keer besproken dat ik daarbij was. Dat is ook al 10 keer besproken. Maar dat blijft wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Want dit is zo'n moment dat... Hier praten wij over 30 jaar ook nog over. Ja, dat kutkrant moment. En zeg maar, over 30 jaar zeg ik weer hier aan tafel. Ja. Gijs Langhaar. Hé Lars, daar stond je bij. Ja. Dat klopt. Zo gaat dat. Ja, en dan zeggen we... hoe heet ze? Famke Louise, Milf of niet? Of noem je dat? Mof of niet. En maar dat was inderdaad het moment. Achilles 29 trainer Erik Meijers gaat door het lint tegen een journalist van de Gelderlander. Gelderlander is ook schuld. Kutkrant. Ja. Waar zit hij nu? Die is toch bij zo'n topclub? Ja. Ik zeg maar, hij was dat toch ook wel bij VI? Werd hij toch wel eens gevraagd? Ja, maar dat moet hij niet doen. Nee. Gewoon top amateur trainer. Ja, absoluut. Absoluut. Nee, ik zou iedereen ook nog wel eens willen aanraden om check die docu nog een keertje van Achilles. Ja, want die blijft mooi. You have to be horny for the goal. Ja, klopt. Tegen die Zweedse spits die in een caravan wandelt. We gaan door naar de voorspellingen. Voetballerij. Dan word je er gekocht door een KKD. Dan denk je bij je eigen, nou, dit kan nog wel wat worden. Dan word je in een caravan gezet. Ja, naast onder de linden. Ja. Dan moet je ook nog horny voor de goal zijn. Horny voor de goal, ja. En dat is een waanzinnige docu, dus check die zeker. Voetbal is oorlog, heet die volgens mij. Ja. Check hem nog een keer. Dan de voorspellingen. We hebben potentiële winnaars van vorige week. 3 inzendingen. Koen Berghei. We moeten even eerst even Woetroe eventjes voor de bus gooien. Want Koen Berghei, vaste luisteraar. En zien dat vond ik sneu van Koen. Ja, die stuurde een berichtje. Goedemorgen mannen, ik ga vanmorgen de deur uit en zeg tegen mijn vriendin die ook altijd meedoet met de voorspellingen. Zet alvast de podcast aan, want ik heb er 4 goed en heb die sokken gewonnen. Wat schetst mijn verbazing? Ik word niet eens genoemd. Dus in het kader van Do the Crime, Do the Time, mogen voor mij Niels van Bissau en de persona non grata van jullie redactie hiervoor verantwoordelijk een De Eerste de Beste borrel organiseren tijdens de playoffs. Want het is weer tijd voor een borrel en de kerst is nog ver weg. Juist. Daar ben ik het wel helemaal mee. Jongens, Koen hè? Ja.
Ja, dus ja. Woetroe en Niels van Bessouw, heel veel plezier. Let vooral op het geluid. dan gaan we door naar de inzending van Brian Duineveld. Die had gestuurd, want we vroegen natuurlijk helemaal gepaste straf op de persona non grata. Ja. Ja. Als passende straf voor Niels, aka persona non grata, verwacht ik excuus in een vorm van een gedicht over jullie podcast als herinnering aan Joop's voetbalmuseum. Ja, man. Ja. Of hij koopt gewoon lekker een Pro Forto truitje met jullie logo erop. Ook lekker. En de code. Juist. Ja. En dan hadden we nog de inzending van Perry, a.k.a. Provatox. Dat is een vriend namelijk van persona non grata Niels van Bessouw. even kijken. En die zegt het volgende. Ik en Niels zijn vrienden van elkaar en heb daarom een mooi verhaaltje. Direct nadat de speelronde 32 was afgelopen, stuurde ik Niels een berichtje dat ik alles goed had. Niels vroeg om de uitslagen en dacht ook alles goed te hebben, totdat hij naar Instagram post ging en zag dat zijn bericht niet geplaatst was. Zelf geeft hij de schuld aan de slechte internetverbinding van een vriend waar hij op dat moment was. Ja, dat is makkelijk. Ik het zeer verdacht vinden dat hij op het moment alsnog de comment plaatst in de hoop niet op te vallen. Ja. Ik twijfel of hij toch niet stiekem zijn antwoordjes heeft aangepast. Ik ken Niels aardig en daarom de volgende straf. Maak voor volgende week een de eerste de beste X Pro Forto merchandise design. Ik weet dat hij wel eens wat doet met Photoshop, dus als hij een beetje zijn best doet, hebben jullie er ook nog iets aan. Wij hebben in ieder geval hard moeten lachen. En hoe mooi zou het zijn als ik hem nog even kan uitlachen met een paar mooie sokken. Ja, ja die de derde. Ja, ja, tuurlijk, ja, man. Ja, dat moet er worden. Dus ja. Perry, a.k.a. Provatox, je hebt gewonnen. Ja. We sturen even een mailtje naar wouter@fcafkikken.com. En Niels, stuur je ook even een mailtje naar wouter@fcafkikken.com voor het regelen van de borrel. Ja? Dan moeten we even goed naar het We moeten eventjes naar het einde van de show, hè? Lars met je stem. Ja, 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 ja. We zitten. Maar praat ook zoveel. Ja. Ja. Net tegen John de Wolf wil hij niks zeggen. Ja. Nee. Hij zit niet te wijzen. We gaan door naar de voorspellingen, de oude voorspellingen. Wat wordt Cambuur tegen ADO? Dat werd 0-2, had niemand goed. Vraagje B, wie doet een Kevin van Veentje bij Groningen NAC? Twee keer scoren bij een duel van Groningen met NAC. Nee. Was niemand goed. Het is zo simpel om gewoon niemand ja, te zeggen. Vraagje C, wie staat er na deze speelronde achtste in de KKD? Jong AZ, Cambuur, VVV, FCM of MBV? Het was Jong AZ. Had niemand goed. En vraagje D, wie wint de Bassi Bum Rick Kruis clash? Roda VVV of wordt het gelijk? Het werd Bassi Bum, Joop en Lars. Goed. Puntje. Lekker. Dus de tussenstand. Blijven sprokken. Ik ben hier echt ziek van. Ja. Maar je gaat toch nul goed. Ja, maar jij gaat altijd gek doen. Dat zeg, ja. zeg ik iedere week. En dan zeg jij altijd, nee, ik ga nou even serieus doen. Maar in die end, gewoon gek. Gewoon normaal doen. Ja. De tussenstand, Joop 27 punten, Lars 24 punten. En Ferry de Bond op een schamele 21 punten. En dan hebben we deze week slechts één winnaar met alles goed. Colin Beckers. Colin Beckers, jawel. Die had alles goed. Dus stuur jij ook even een mailtje naar wouter@fcafkikken.com met je adresgegevens. Dan komen de sokken zo snel mogelijk jouw kant op. Ja, dan de nieuwe op. Voorspellingen. Kom op. Wat wordt NAC? Wat wordt... Even die kabelhuurt op. Wat wordt voorspellingen? Hoppakee. Ferry. Lars. Ga mee typen. Ja, er is natuurlijk weer geen... redacteur aanwezig. Wat wordt NAC tegen Dordrecht? Serieus. 1-2. Ferry de Bond. 1-1. Dort maakt weinig fouten. Ik ga zeggen 0-3. Het wordt een hele pijnlijke middag. Nou, gelukkig of is avond. Het s'avonds. Vraag ik bij schokeffect, vraagteken. Houdt een bobloos Helmond Sport ADO van de zegen bij ADO Helmond? Nee, ADO wint. ADO wint. Zeker na verleden weken. Nee. Aanname van Henk Veerman. Ja, zo. Die was lekker. Ja, was top. En die goal. Heerlijk. Die goal ook. Ja, die goal was ook fantastisch. Maar hij gaat wel terug naar Volendam. Ja, ja, dat klopt. Dat is wel... Daarom zeg ik, want hij is gehuurd. Ja. Daarom zeg ik, Costors halen. Ja. Want we hebben dadelijk een nieuwe spits nodig. Daarom. Vraagje C. Wie staat er na dit weekend hoger op de topscorerslijst? Kaars of Veerman? Staan die nu gelijk? Ja, Veerman gaat wel scoren. Die zit er lekker in. Oké. Okay. Dus jij zegt Veerman? Ja. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Ik moet gewoon Kaars zeggen. Kaars. Ja, ik weet het, het gaat me geen punt opleveren. Gek doen, hè? Ja. Maar moet ik even kijken? Het weer, hè? Ik ben loyaal naar mijn mensen. Ja. Ik zal even snel kijken op hoeveel ze staan. Voor de zekerheid. Ja, neem de tijd. Lekker de tijd. Ja, ze staan dus gelijk. Dus dan zeg ik nog steeds gelijk. Gelijk. Okay. Normaal zou ik nu vragen wie staat er derde. En dan ga ik voor die kiezen. Hè. Maar niet zo raar. Doe nou gewoon even verstandig. Ja. Vraag idee. Wie wordt de grote held bij de Lichtstad Derby FC Eindhoven Jong PSV? Ja. Wie wordt de grote held?
Rotier. Rotier. Amen Vog. Ja? Amen. Kopballetje. Voor, en dan ga ik nee, voor... Nee, ik nog niet, maar terwijl de grote, grote, hij is de grootste, ja. Dus... Dan ga ik voor Kokotschku. Kutschku. Dan ga ik voor Kokotschku. Ja, oké, ook na dit weekend kunnen we natuurlijk allemaal weer spelen, stemmen op de Profoto Speler van de Week. Naar elke we weekend op maandag. Ja. Joop, Ferry en ik doen natuurlijk onze nominatie. En je mag ook altijd iemand anders insturen, maar daar kijken we eigenlijk niet zo vaak naar. Maar stem op een van onze drie genomineerden. Ja. Vanavond lekker skyboxjes. Lekker mofjes kijken. Ja, lekker mofjes kijken. Die zijn daar, hoor. Ja, 100%. Die zijn daar, absoluut. En dan gaan ze ook altijd in skyboxen. Men gaat ook echt gekleed ernaar. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Overhempjes, kobertjes. Die mofjes hebben altijd een beetje jurkjes aan. Ga je niet in de Legends Lounge? Oh, misschien wel even. Alleen is het wel bout, want ik moet op zaterdagochtend werken. Hoe laat? Ja, 7:30. Oei. Ja, dus ik kan niet los. Nee. Ik hou het netjes. Oké. Okay. Pilsje 4, 5. Zoiets. Nou, we zijn bijna aan het einde van mijn stem. Ik wil iedereen bedanken voor... steeds hoger, hè? Ja. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren en te liken op het kanaal van Nefs Afkikken. Vergeet niet 5 sterren te doen op Spotify. Help je ons nog steeds enorm mee. Ja. Iedereen een heel fijn weekend gewenst. En tot volgende week woensdag. Zeker. Tot dan. Doei, doei. Wij drinken er hier nog eentje. En als jullie dan ondertussen kunnen liken, abonneren, subscriben, weet ik het wat allemaal op het FC Afkikker kanaal, dan zijn wij jullie zeer erkentelijk.